Daar krijg je wel een heel erg goed gevoel bij. Dat de mensen in ieder geval niet vergeten zijn. Ze hebben nu nog 3 kwartier moeten wachten voordat ik klaar was. En, ik ben woensdag ook al geweest. We hadden deze mensen ook al georganiseerd. Dat was ook al fantastisch. En nu even dunnetjes over gedaan. En ook hier werd voor de wedstrijd 1 minuut stilte gehouden voor de slachtoffers in Enschede. En dan de wedstrijd. Het ging nergens meer om. En dat was dan ook heel goed terug te zien. Heerenveen hier in balbezit. Dan probeert Frenkel uit te verdedigen. Dat lukt hem niet. In samenwerking met Vreeman. Nogmaals Frenkel. Paast hem terug op Olieslagen. Zijn fameuze uittrappen. Niet al te best. Meerdink. Fiscaal. Probeert ook nog eens een keer uit te verdedigen. Paast hem terug op Komi Tjangai. Ook weer terug op Ron Olieslagen. Let op zijn trap. Heel hard in de hoek. Tjangai kan hem nog net binnenhouden. Dan gaat Tjangai uitverdedigen. Doet te keurig. Leuk voor het publiek. Maar Heerenveen kwam dus toch weer terug via Jensen. Dan Olieslagen die de bal dan maar wegschiet. Dan resulteert dat in de aanval voor de Graafschap. Frenkel die snel de bal overneemt. Diep op Aks, maar die kan er niet bij. Vonk, de doelman van Heerenveen. Maar niet alle spelers waren altijd even goed bij de les bij deze zomeravond voetbalwedstrijd. Aks krijgt de bal terug van Fiscaal. Aks ziet dan Toemba gaan. Let op de actie van Toemba. Hoge lach van het publiek. En de eerste helft werd ook afgesloten met een 0-0 stand. Dan de tweede helft. Heerenveen in balbezit. Diepe paas op Gerard de Nooier. Een overtreding van Patrick Aks. Een vrije trap dus voor de Vriezen. Mika Nurmela achter de bal. Hij zal de vrije trap gaan nemen. Hij komt goed op het hoofd van Harris Huizingen. Hij kopt 0-1 in. En dat 4 minuten in de tweede helft. De Graafschap verloor de laatste 5 wedstrijden al. Nu dus weer op achterstand. Maar snel een Graafschap aanval. Toemba, de bal op Fiscaal. Gaat naar Den Turk. Mooi lopje. Weer naar Fiscaal. En kopt over Vonk heen. En zo is het enkele minuten later alweer gelijk in Doetinchem. 1-1. Het 10e doelpunt dit seizoen van Erik Fiscaal. Er toch nog een incidentje ook in deze wedstrijd. Fiscaal krijgt vrij wat tegen. Een overtreding tegen Venema. Dan is er een opstootje tussen Klompen en Toemba. En Vonk, de doelman, probeert dat te sussen. En dat is zijn beloning van Siko Toemba. De scheidsrechter staat er bovenop, Henny de Graaf. En dan gaat Fiscaal ook nog even door het lint. Vreeman komt ook nog verhaal halen. Dan krijgen we weer een vechtpartijtje. Vonk die toch weer het lef heeft om de boel te sussen. Henny de Graaf, de scheidsrechter, stond er bovenop en moet toch advies vragen. En Toemba krijgt slechts een gele kaart voor zijn toch wel zeer goede rechtse hoek. En zo eindigt deze wedstrijd in 1-1. Een eind aan een roerig seizoen bij de Graafschap. Ik ben wel 10 jaar ouder geworden, dat wel. Grijs haar, dat ik nooit voor de tijd ook niet gaat. Je wil alles zo goed doen. Zijn er 1000 dingen waar je aan over te denken. Over, je wil organiseren. En na een hectisch begin. En na het vertrekken van Morales. En met Yuri Koloff erbij. Is het wat makkelijker gegaan. En ik heb een goed team om me heen. Dan naar de eindstand van het seizoen 99-2000. PSV wordt met overmacht landskampioen. Het zal net als Heerenveen volgend jaar Champions League spelen. Feyenoord mag dat via de voorronde ook nog proberen. Vitesse en Ajax spelen UEFA Cup voetbal. Dan naar het tweede rijtje. De Graafschap wordt 14e met 33 punten. NEC verzekert zich op de laatste dag van gewoon weer eredivisie voetbal. Het wordt 15e met 27 punten. MVV en Cambuur spelen na competitie en Den Bosch degradeert. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van de verlenging. Tussen en